De Surinaamse politiebond, SPB, zal in de ochtend een spoedalgemene ledenvergadering houden. Bestuurslid tevens woordvoerder Evelino Eijk om een reactie gevraagd, zegt aan Star dat het regio bijstandsteam RBT, het werk heeft neergelegd uit onvrede met de aanhouding van drie agenten die betrokken zijn bij het voetbalincident. De actie is overgenomen door de SPB. Eijk zegt dat de drie politieagenten onrechtmatig in verzekering zijn gesteld. De RBT vindt dat het rechtsproces onsmakelijk en oneerlijk is. Het gaat om leden van de RBT. Besloten is om het werk neer te leggen.